Hallo daar, FNV-vebbers, en welkom bij weer een nieuwe video van onze Formule 1 24 Career Mode met het team van Sauber. We gaan weer verder waar we gebleven waren en dat is de Grand Prix van Oostenrijk. We staan er natuurlijk redelijk goed voor in het coureursklassement. Ook hebben wij een nieuwe rivaliteit met Lance Stroll. Het is natuurlijk niet een hele eerlijke rivaliteit. Het gaat om het aantal punten dat je haalt in het kampioenschap en dat gaat Stroll gewoon meer halen, aangezien Stroll een betere auto dan ons heeft. Pakken we ook eventjes direct de weersvoorspelling erbij. Helaas kreeg ik geen berichtje van het team, maar we kunnen het wel zien. De sprint wordt zonnig, regen kan er ook nog komen. Ook in de sprint race kan dat gebeuren. Met de sprint bedoel ik de sprint kwalificatie. Kieren nou, op naar de quali. Het is tijd voor de kwalificatie voor de snelste rondes van het seizoen. Bereid je voor op de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Nou, inmiddels aangekomen bij de sprintkwalificatie. Gaan wij proberen in ieder geval sprintkwalificatie 3 te halen. Want dat is mogelijk, hebben we in de afgelopen video's denk ik wel laten zien. Want de AI doet over het algemeen, heb ik het idee, niet heel erg zijn best bij sprintraces. Maakt mij ook niet zo heel veel uit, althans bij kwalificatie. Bij de race heb ik dat idee nou weer net niet. In ieder geval zetten wij de 8e tijd neer, dat was eerder de 7e tijd. Maar toch heb ik het idee dat deze tijd niet 7 is, dus verbeteren we onze tijd ook nog eventjes. We verbeteren hem maar liefst met 3/10 van een seconde. En dat brengt ons van de 10e stack naar de 5e positie. Uiteindelijk weet de AI de tijd nog naar de 9e plek te laten dalen. Maar uiteindelijk is dit genoeg voor het tweede deel van de sprintkwalificatie. Want de AI kan zich niet echt goed verbeteren. En daardoor blijven we dus op de 9e stack, wil ik zeggen. Maar het is toch de 10e plaats uiteindelijk geworden. Oscar Piastri zet op dit moment de eerste tijd neer met een 1-4-3-3-6. Dan hebben we ook uitvallers zoals Hulkenberg, onze teamgenoot Guanyu Zhou, Sainz, Albon en Logan Sargeant. Hun halen het tweede deel van de kwalificatie niet. Gaan wij ook direct over naar het tweede deel van de kwalificatie. En het wordt al aardig bewolkt. Er is natuurlijk ook regen voorspeld. Dus proberen we snel onze tijd neer te zetten. Dat is ook de enigste run in deze deel van de kwalificatie. En dan kan je het denk ik al raden dat we een enorm goede tijd aan het neerzetten zijn. Uiteindelijk zetten we de derde tijd neer. 1-4-5-3-9 is uiteindelijk de tijd. Nou, uiteindelijk dalen we naar de 8e positie. Dus hoe gaat het erom spannen of we het ook daadwerkelijk gaan halen? Nou, uiteindelijk halen we het derde deel van de kwalificatie wel. De uitvallers in dit geval zijn Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Pierre Gasly. En de nummer laatst is uiteindelijk Kevin Magnussen. Hij is de hekkensluiter in dit deel van de kwalificatie. We zagen dat Lando Norris de snelste is. In Q3 dan maken wij ook een enorm grote fout. Want ik wachtte heel lang met mijn run inzetten. En ja, ik weet, het gaat regenen. En dan had ik dus eventjes, was ik even gewoon totaal vergeten. Waardoor de AI zijn tijd al neer heeft gezet. En ik kom nog mooi met mijn softjes naar buiten. Nou, en inmiddels is er gewoon geen grip meer. We zagen inmiddels ook dat de DRS is uitgeschakeld. Ja, dan weet je zeker dat je eigenlijk niks te zoeken hebt op de baan. Het is zo erg dat ik hem niet eens de pitstraat in kan krijgen. Ja, en dan probeer je het toch nog. En dan raak je de muur. Op een vallende wijze is onze voorvleugel nog steeds levend. Maar ik wist genoeg. Wij gaan als laatste het derde deel van de kwalificatie kwalificeren. Domme fout. Maar goed, ik denk ook niet dat er meer in zat dan de 10e positie. We zullen het helaas ook nooit weten. Door dit soort fouten ga je in ieder geval niet punten halen in de sprint. Of de sprintrace moet wel heel raar gaan lopen natuurlijk. Nou, dit is de einduitslag. George Russell pakt de pole position voor de sprint. Perez en Alonso op plek 2 en 3. Oscar Piastri op 4, Sonoda op 5, Hamilton op 6, Norris op 7, 8e Verstappen, 9e Charles Leclerc en 10e dus wij. Gaan we over naar de driver rating, want die is natuurlijk ook belangrijk. Die staat momenteel op 81 overal. En tempo gaat nog niet omhoog. Dus kunnen we ons gaan opmaken voor de sprintrace. Maar voordat we natuurlijk naar de sprintrace gaan, heb ik nog wel even het definitieve weerbericht voor jullie. Want nu hebben we hem wel in de inbox. En in de race en in de normale kwalificatie blijft het gelukkig droog. En in de sprintrace hebben we kans op regen. Dus we gaan het meemaken daar. Vergeet pitstops, vergeet brandstofmanagement. Dit wordt één en al plank gas. Terwijl we ons klaarmaken voor de sprint van vandaag.
Het circuit van Spielberg ligt 700 meter boven de zeespiegel en vormt met slechts 10 bochten een van de kortste ronden van het seizoen. Eén rondje is hier een afstand van 4,2 kilometer, waarbij de beste inhaalmogelijkheden in bocht 1 zijn of in de scherpe heuvelopwaartse bocht 3. Laten we de startopstelling voor deze spannende sprint nog eens doornemen. George Russell deed het goed tijdens de kwalificatie gisteren en begint vandaag vanaf pole position. Naast Sergio Perez die op P2 staat. En op de rest van de grid hebben we Fernando Alonso, Oscar Piastri, Tsunoda, Hamilton, Norris, Verstappen, Leclerc, Joker, Stroll, Ricciardo, Ocon, Gasly, Magnussen, Hülkenberg, Zhou, Sainz, Albon en Logan Sargeant. En nu is het tijd om het circuit op te gaan. En vandaag komt hij ons commentaarhokje binnenwandelen om zich bij ons te voegen. De man, de mythe, de legende, Bas van Damme. Nou, ze zeggen dat de verandering net zo goed is als rust. En hoewel er vandaag niet veel rust te zien is in het sprintformat, is er zeker een verandering in wat we meestal op het circuit zien. Nou zal ik ruimhartig zijn. Het is nog niet zo lang geleden dat je ons op zondagen met je races vermaakte, maar in de jaren die voorbij zijn gegaan is de sport behoorlijk veranderd, nietwaar? Ja, dat is zeker zo, Olaf. Weet je, de wagens zijn groter en zwaarder geworden. Maar er is nu veel meer downforce om mee te spelen. Toen ik reed, had de wagen bij 300 km per uur 4 ton downforce. Nu is het eerder 5 ton downforce. Dus er is een groot verschil in prestaties. Maar omdat de wagen nu zwaarder en groter is, moet er soepeler gereden worden. Er moet voorzichtiger mee worden omgesprongen. In de langzame bochten moet de wagen meer worden gekoesterd. De machines waren vergeleken met nu veel wendbaarder en behendiger toen ik in de Formule 1 reed. Van harte welkom allemaal bij de sprintrace hier in het prachtige Spielberg in Oostenrijk. We gaan uiteindelijk starten op de medium en eindigen we ook, want er zijn natuurlijk geen pitstops bij de sprintrace. Het kan wel, maar dan ben je ook wel kansloos. Nou, dan gaan we beginnen aan de sprintrace. De lampen zijn aan voor de sprintrace hier in Oostenrijk en we zijn onderweg. Lijkt erop dat Max Verstappen niet zo'n hele lekkere start heeft. Maar ook Lance Stroll zit al naast ons, waardoor we niet naar de racelijn kunnen. Hierdoor sluiten we onszelf een beetje op. Maar ook Stroll kan wel door accelereren. Ik wou zeggen niet, maar Stroll blijft er dus wel naast en komt er misschien zelfs wel aan voorbij. Nou, dat gaat hem nog denken. Ja, Stroll rent wel iets later dan wij. En daardoor is het geel in de tweede sector. Maar dat komt omdat de auto's over het algemeen bijna stilstaan. De nummer laatst dan bijvoorbeeld. Omdat het gewoon zo'n groepje is. En daardoor heeft Stroll de 10e positie terug. En wij proberen het dan nog wel. Maar dat bleek een do-or-die poging. Want uiteindelijk beschadigen we licht onze barsboard. Waardoor we uiteindelijk dus voorvleugelschade hebben. Esteban Ocon komt er dan ook naast. Wij proberen ons plekje te verdedigen ten opzichte van de Alpine. Maar dat mag helaas niet baten. En zo liggen we dus op de 12e positie. Dan zie je nog dat we proberen terug te komen richting Ocon. En dat gaat dan wel goed. Zo weten we in ieder geval de 11e positie weer terug te pakken van de Alpine. Kijken we ook eventjes mee naar de herhaling van de start natuurlijk. En dan zien we dat de Mercedes vanaf pole position Russell dus goed wegkomt. Perez komt beter weg. En Perez lijkt niet de leiding over te nemen. En dan is hier opeens zijn wij aan de beurt. Want kijk eens, George Russell heeft een gat getrokken. Oké, en dan zitten we een beetje te settelen in de race in de tweede ronde. Maar dan komt Esteban Ocon weer aan. En hij zegt, kiekeboe, daar ben ik weer. Ik ben net een kakkelak. Ik kom altijd weer terug. En dan proberen wij terug te komen. Maar wij raken Ocon. Heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat wij een hele slechte exit hebben. Maar dat betekent ook dat misschien Daniel Ricciardo wel wat kan gaan doen. Maar de Ricciardo wou gaan inhalen op de racelijn. En op dat moment wouden wij ook naar de racelijn toesturen, zeg maar. Dus daardoor kon Ricciardo er niet naast komen. Zitten we inmiddels in de 4e ronde van de race. Kunnen we Esteban Ocon in ieder geval weer gaan inhalen. Zo zitten we naast Ocon en zijn we er ook voorbij. En zo liggen we inmiddels weer op de 11e positie. Kijken we ook eventjes meer mee naar een herhaling. Want George Russell weet weg te rijden bij dit groepje. Maar Alonso weet het Sergio Perez enorm moeilijk te maken. Waardoor uiteindelijk Sergio Perez zich, denk ik, gewonnen moet geven aan Aston Martin. Nou, Perez verdedigt met hand en tand.
Hij kan uiteindelijk net iets beter wegaccelereren dan Alonso. En Alonso heeft ook de DRS niet. Waardoor Perez dus voor de Aston Martin blijft. Perez wordt alleen uiteindelijk wel ingehaald door de McLaren van Oscar Piastri. Nou, dan zitten we dus inmiddels in de vijfde ronde van de race. En dan proberen wij hier een aanval te doen op Lance Stroll. Stroll zit namelijk vast achter het duel tussen Verstappen en Charles Leclerc. Hierdoor probeer ik te profiteren, probeer ik terug te kruisen. Maar dat gaat eventjes fout, waardoor we uiteindelijk genoegen moeten nemen met een 11e positie. Sterker nog, je moest misschien wel wat meer naar achter kijken. Maar Ocon daarentegen had ook niet zo'n beste exit. Maar inmiddels zit Ocon dichter achter ons dan wij achter Stroll. En daardoor kan Ocon eraan voorbij. Maar Ocon kan er eigenlijk niet aan voorbij. Want Ocon zit als het ware aan de verkeerde kant. Daardoor hebben wij nog steeds de racelijn. En kunnen wij dus laten remmen dan de Alpine. Zo weten wij in ieder geval onze positie vast te houden. Hier zien we het gevecht tussen Verstappen en Charles Leclerc nog eens. Verstappen remt hem hier naast de Ferrari-coureur. En ja, je ziet dat Stroll er toch wel duidelijk achter vast zit. Daardoor kan Stroll geen kant op en konden wij er dus naast duiken. Maar uiteindelijk wisten wij Stroll dus niet in te halen. Maar Verstappen wist uiteindelijk wel Charles Leclerc in te halen. Althans, dat is de bedoeling van de Nederlander. En Verstappen accelereert ook veel beter weg dan de Ferrari. Waardoor dus Verstappen eraan voorbij is. Je ziet ook dat wij het uiteindelijk aan het einde van de sprintrace. Want we naderen natuurlijk al het einde met nog maar 6 rondjes te gaan. Beginnen we toch wel wat te merken van het woord bandenslijtage. En daardoor kan bijvoorbeeld Daniel Ricciardo eraan voorbij komen. Maar Daniel Ricciardo vergeet één ding. Hierdoor hebben wij natuurlijk weer het Drag Reduction System. Wat inhoudt dat wij DRS hebben. Er is inmiddels een gele vlag voor ons. Wat daar precies aan de hand is. Nou, dat krijgen we nu te horen. Verstappen is DNF. En daardoor krijgen we heel weinig ruimte. Weten we net genoeg ruimte over te houden voor de vieze ketchup RB van Ricciardo. Alleen hebben we die daardoor illegaal ingehaald. Aangezien het onder geel was. Dit is natuurlijk enorm naaiend. Maar hoort eenmaal bij racing. Het zijn eenmaal de regels. En daardoor moet je Ricciardo dus voorbij laten. En daardoor gaat het helemaal fout. Raken wij ons bijna hele vloer kwijt, kan je wel mededelen. En ja, ik had dus niet gezien dat de Alpine ernaast zat. En dan zou je zeggen van, je hebt toch pijltjes? Ja, dat klopt. Maar ik kijk daar over het algemeen niet altijd naar. Dat is superdom als je het aan hebt. Maar soms zit je zo geconcentreerd in een race of in een inhaalactie. Dat je gewoon geen idee hebt dat dat pijltje rood is. Hier bijvoorbeeld ook. De uitvalbeurt van Verstappen had er zeker mee te maken. Want daardoor zit Ricciardo er nog naast. En ik had geen idee dat Ocon er ook naast kwam zitten. En daardoor verliezen we dus onze kans op punten, wil ik niet zeggen. Want die hadden we sowieso niet. Maar in ieder geval een kans om deze sprint goed uit te rijden wel. Want ik wist één ding zeker. Deze sprintrace is gedaan. We gaan hem niet uitrijden. Het is de moeite niet waard. En toen had ik voor mezelf ook al één ding besloten. We gaan laatste starten deze Grand Prix van Oostenrijk. Want we hebben natuurlijk problemen met de ICE. Daardoor gaan wij bijvoorbeeld de kwalificatie niet rijden. Daar kan ik jullie alvast op voorbereiden. Dus als je het wil, kan je direct doorskippen naar de race. Want ik ga jullie wel even laten zien waarom ik de kwalificatie niet ga rijden. Dit heeft meerdere factoren, maar die leg ik straks allemaal wel eventjes uit. Dat komt denk ik even wat makkelijker uit. Ik heb expres naar de intermedium geswitcht, omdat ik weet dat de AI toch de auto gaat releasen. En daardoor hebben we misschien toch nog een setje softs over. Uiteindelijk weet George Russell natuurlijk de sprintrace te winnen. Is Oscar Piastri tweede geworden en Norris derde. Perez is helemaal teruggevallen naar de zesde positie. En onze teamgenoot is niet eens in de top 14 geëindigd. Wat niet raar is, want het is natuurlijk de slechtste auto van de grid. Hierdoor gaat natuurlijk heel veel naar beneden. Maar tempo en concentratie gaat zelfs naar 82 rating omhoog. En daardoor hebben we nog steeds een 80 rating overal. Nou, op naar de naar de kwalificatie. Erg hier op Spielberg is het tijd voor de kwalificatie. Voor de snelste rondes van het seizoen. Bereid je voor op de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Je
inmiddels dus aangekomen bij de kwalificatie voor de hoofdrace. Want ja, de sprintkwalificatie bestaat nog niet super lang. Alleen de hoofdracekwalificatie gaan wij natuurlijk niet rijden, aangezien wij onderdelen gaan switchen. Ik druk overal op plus, zodat we in ieder geval weer een set extra onderdelen hebben. En dit doe ik expres, omdat je in Oostenrijk redelijk kan inhalen. En misschien krijgen we wel een knotsgekke race. Je weet het maar nooit hier in Oostenrijk. Het kan een saaie race worden, dus een optocht. Maar het kan ook een enorm spectaculaire race worden. Dat is altijd maar de vraag. En dit is daardoor de eindstand van Q1. Norris is eerste, Verstappen tweede en Fernando Alonso derde. Logan Sargeant, Daniel Ricciardo, Guanyu Zhou, Kevin Magnussen en wij halen natuurlijk het tweede deel van de kwalificatie niet. Dit is natuurlijk niet de einduitslag voor de kwalificatie. Die zien we straks pas. Nou, onze rating blijft verrassend. Tempo gaat omhoog, maar we gaan ons nu opmaken voor de hoofdrace. Welkom in de prachtige bergen van Steiermark voor een nieuw hoofdstuk in het verhaal van de Grand Prix van Oostenrijk. Het is een van de kortste ronden op de kalender vandaag. Met 7 bochten naar rechts en slechts 3 naar links, die samen de 10 bochten van dit hoge snelheidscircuit vormen. Bocht 2 is eigenlijk een volgasbocht. Een knik naar links in de heuvelopwaartse remzone naar bocht 3. Bocht 1, 3 en 4 zijn allemaal potentiële inhaalmogelijkheden. Laten we voordat we beginnen de line-up van de grid bekijken. Lando Norris heeft gisteren een fantastische ronde gereden en begint vanaf pole position. En Max Verstappen stelt daarnaast op. Door naar de rest van de grid hebben we Oscar Piastri, Russell, Leclerc, Fernando Alonso, Hamilton, Perez, Tsunoda, Stroll, Gasly, Ocon, Albon, Sainz, Hülkenberg, Sargeant, Ricciardo, Zhou, Magnussen en Joker. Het is bijna tijd dat deze 5 rode lampen uitgaan. Eens kijken wie er vandaag de leiding neemt. En naast me in het commentaarhokje vandaag een man tegen wie ik altijd opkijk, wat gemakkelijker gezegd is dan gedaan, Bas van Damme. Ik weet wat wij moeten doen voor de start van de race van vandaag, maar hoe zit het met onze coureur? Hoe zien die laatste uren eruit? Nou, iedere coureur heeft eigen voorbereidingsrituelen voor de race. Je ziet verschillende coureurs, sommigen met hoofdtelefoons op, luisterend naar muziek. Andere coureurs halen juist energie uit het publiek en zwaaien naar de mensen. Weer anderen keren in zichzelf en praten met hun engineers om cruciale informatie tot zich te nemen die ze nodig hebben tijdens de race. Die voorbereidingsrituelen zijn essentieel om systematisch te werk te gaan. We rijden veel Grand Prix in een seizoen en hoe systematischer je te werk kunt gaan, hoe beter je jezelf voelt in die omgeving. Inmiddels dus aangekomen bij de hoofdrace. We gaan een medium hard strategie hanteren. Dat lijkt mij de beste strategie om in ieder geval nog kans te maken op punten. Nou, dan gaan we de start maar eens bekijken. De lampen zijn aan voor de grote prijs hier in Oostenrijk. En we zijn onderweg. En eens even kijken. Kevin Magnussen heeft geen lekkere start. Daardoor lijken we al op te schuiven naar de 19e positie. Ik wil de racelijn claimen, maar dat kon nog niet. En daardoor zit ik aan de buitenkant. Is niet al te slim. Maar we kunnen uiteindelijk Magnussen wel officieel pakken. Want Magnussen kan zijn positie niet terugveroveren. Tenzij hij het natuurlijk kan op het rechte stuk. En dat lukt de haas. Dat lukt de haas niet. Maar we raken elkaar wel. Ik weet niet of dat mijn schuld was. Maar dit is wel mijn schuld. Aangezien we in Guanyu Zhou divebommen. En ja, dan heeft Magnussen de positie wel teruggewonnen. En zo staan we toch weer opnieuw laatste. Magnussen hier terugpakken gaat ook niet lukken, want de exit was daadwerkelijk gewoon te slecht. Gaan we kijken naar de herhaling van de start. Misschien hebben er wel mensen een betere start dan wij. In ieder geval had de Haas in ieder geval geen beste start. We zien in ieder geval dat de McLaren die vanaf P1 start in ieder geval een goede start heeft. En je ziet ons gewoon, ja, we zitten klem, we kunnen geen kant op. Aangezien Magnussen nog leek naar de racelijn te sturen. Maar goed, we rijden nu waar we rijden en dat is gewoon weer laatste. En daar moet je het mee doen. Dus ik was best wel eventjes nog van mij apropos. Want ik dacht van nou, ik heb die 19e positie. Maar ja, het is maar een positie. Misschien als we sneller zijn dan Magnussen, moeten we Magnussen natuurlijk kunnen pakken. DRS is natuurlijk ingeschakeld. Nieuw dit seizoen. Vanaf de tweede ronde van de race gaat dat natuurlijk al in. In plaats vanaf de derde ronde.
En daarom moeten we proberen richting Magnussen te pushen. Alleen nu Magnussen inhalen ging gewoon nog simpelweg niet lukken. Daardoor zitten we inmiddels in de derde ronde van de race. En ja, onze ERS die gaat er aardig aan. Want die is van 100 naar opeens 50% gegaan. En daar is opeens de aanval op de Haas van Kevin Magnussen. We gaan maar eens een poging proberen. Maar opnieuw mislukt de poging op een inhaalmove. Kunnen we het dan misschien hier weer gaan proberen? We duiken in de slipstream van de Haas. Maar de Haas houdt zich enorm goed breed. Waardoor we hem er niet naast kunnen zetten. Dan kijken we eens eventjes mee onder leiding in de race. De beide McLaren's zijn met elkaar in gevecht. En dit gaat dus om de leiding in de race. De top 3 zit daar enorm dicht bij elkaar. En de McLaren zetten hem er maar eens naast. En dat is de McLaren van Lando Norris die de leiding probeert over te pakken van zijn teamgenoot Oscar Piastri. En zo gaat Lando Norris, zo lijkt het eraan, voorbij. Maar dat is zeker nog niet gedaan, want Oscar Piastri houdt hem ernaast. Maar ook Verstappen komt ernaast. En kan Verstappen er dan aan voorbij gaan? Dit zal een enorm goede move zijn, zeg, van de Nederlander. Verstappen, het gaat nu nog tussen Verstappen en Piastri. Verstappen en Piastri. Wie wint dit duel? Is het Verstappen of is het Oscar Piastri? Het is Max Verstappen. En zo heeft Verstappen de leiding terug in deze race. Nou, in de vierde ronde van de race zitten wij nog steeds op de laatste plaats. We verbeteren wel elke keer onze tijd. Maar ja, je wil natuurlijk ook gewoon je positie verbeteren. En dat gaan we dus hier proberen. We gaan weer een inhaalactie doen op de Haas van Kevin Magnussen. Dit keer doen we een fake move richting rechts. Waardoor links vrij is. En links is gewoon de racelijn. En daardoor zijn we voorbij aan de Haas. En kunnen we misschien snel richting onze teamgenoot gaan pushen. Nou, over onze teamgenoot gesproken. Daar zijn we alweer achter gekropen. Sterker nog, misschien kunnen we Guanyu Zhou wel gewoon gaan inhalen. Dat zou natuurlijk heerlijk zijn voor de erkenning. Want dan kunnen we misschien weer stijgen in erkenning. Je weet het maar nooit. En we duiken dus ook naast onze teamgenoot. Guanyu Zhou wil hier graag op antwoorden. Maar heeft hier simpelweg geen antwoord op. Want wij hebben de racelijn en daardoor kunnen wij sneller wegaccelereren. En daardoor hebben wij Guanyu Zhou weten in te halen. Zo liggen wij op de 18e positie. Zhou probeerde nog terug te komen. Maar helaas mocht dit niet baten voor de Sauber-coureur. Nou, dan zitten wij dus nu achter Logan Sargeant vast. En dan proberen wij die 17e positie zo snel mogelijk te veroveren. Want ik heb het idee, ik heb het gevoel gewoon dat er nog wel iets kan gebeuren in deze race. Dat gevoel had ik. Dus ik denk, weet je wat, ik wil zoveel mogelijk posities winnen. Want het is te stil in de race. We hebben nog geen uitvallers gehad. Nou, dat hoeft natuurlijk niet per se in het begin. Maar je weet, over het algemeen vallen er wel mensen uit in zo'n race. En dan is het maar net de vraag hoe dat gaat lopen. Nou, we komen dus naast de Williams van Sergeant Gerecht. We hebben inmiddels ook een doelstelling. Laat de ERS op tot 51,70% voor ronde 11. En Sargeant kunnen we uiteindelijk denk ik wel gaan inhalen. Jawel, en zo hebben we de 17e positie uiteindelijk weten te veroveren in deze race. Nou, die doelstelling duurt dus nog 3 rondjes. En het lijkt erop dat we daar nog redelijk ver van af zijn. Tenzij het hier natuurlijk al lukken. Nee, want we gebruiken ERS om ons weer te verdedigen ten opzichte van de Williams. Want je weet natuurlijk, die Williams rij heeft enorm lage downforce. Daardoor heeft Sargeant hier momenteel geen antwoord op. En daardoor kunnen we ons gaan focussen misschien wel op Daniel Ricciardo. Uiteindelijk is er in de 7e ronde een gele vlag en er valt ook iemand uit. En dat is dus Esteban Ocon. En daardoor hebben we een safety car, want ook Lewis Hamilton valt uit met motorproblemen. En dat gebeurt Mercedes nog niet heel vaak dit seizoen. Het lijkt erop dat Esteban Ocon tegen Lewis Hamilton is aangeknald. Maar dat gaan we dus nu zien. Hier zien we Lewis Hamilton in de herhaling. Die zit dus achter Carlos Sainz. En Carlos Sainz die ziet opeens de Mercedes achter zich vandaan gaan. Want daar is dus de uitvalbeurt. En daar is dus Ocon. En daar is dus ook de DNF. Dus hier is onze bevestiging. Ocon is tegen Lewis Hamilton aangereden. Is dit de schuld van Ocon? Ik denk het wel, want Lewis Hamilton is natuurlijk van de racelijn afgegaan. Dit hoort zo'n race engineer te communiceren met Ocon. Want ja, ik betwijfel of Ocon hier wat aan kan doen. Maar goed, laat het vooral achter in de reacties. Wie zijn fout was dit? Ik ben wel nieuwsgierig wat jullie ervan vinden.
Inmiddels duiken wij naar binnen tijdens de safety car. Dit leek mij het ideale moment om snel de pitstraat in te duiken. Maar de gehele grid doet dat dus. Dus dat is complete chaos. En eens kijken of we van deze chaos kunnen gaan gebruikmaken. We duiken dus naar binnen, paarse pitstoptijd. En dan is het maar de vraag waar we terecht gaan komen. Nou, nog nergens, want Kevin Magnussen blokt ons. En uiteindelijk komen we terug op de 10e positie. We pakken dus veel posities. We vallen zelfs terug naar de 9e positie. En dat is natuurlijk een enorme winst ten opzichte van waar we eerst reden. En daardoor hebben we enorm geprofiteerd van de chaos in de pitstraat hier in Oostenrijk. En dat belooft dus nu al een chaotische race. Hoe een uitvalbeurt een race helemaal kan veranderen natuurlijk. We leken kansloos voor punten en nu opeens rijden op de 9e positie. Nou, inmiddels is de safety car verwijderd en kunnen we zelfs naast de Alpine van Pierre Gasly komen. We gaan uiteindelijk voor een uitremactie en daar hebben we Gasly ook te pakken. We komen niet helemaal lekker uit, maar we staan inmiddels wel op de 8e positie en dat in de 10e ronde van de race. Maar daar komt Pierre Gasly weer aangereden. Die wil zijn positie terug, maar uiteindelijk kan hij de positie niet terugwinnen. En zo hebben wij dus nog steeds deze positie. Laten we ook eens eventjes meekijken met de AI. Want natuurlijk moeten er mensen ingehaald worden. Want Tsunoda, ja, die heeft natuurlijk een dramatische pitstopserie gehad. En daardoor rijdt hij opeens achter de Haas van Kevin Magnussen. Die natuurlijk ook een dramatische pitstop heeft gehad. En de Ferrari weet uiteindelijk Magnussen te pakken, logischerwijs. Want de Ferrari is gewoon simpelweg een betere wagen dan de Haas. Over een Haas gesproken, daar rijden wij inmiddels ook achter. Want wij rijden achter Nico Hulkenberg. En Nico Hulkenberg willen we natuurlijk zo snel mogelijk gaan pakken. Kan dat hier al? Nou, Hulkenberg verdedigt de racelijn niet. Nou, dat is voor mij natuurlijk een reden om te zeggen, hoppata, we hebben Nico Hulkenberg te pakken. En zo liggen we dus op de 7e positie. Ik moet trouwens ook eventjes een correctie doen. Heel dom van mij, want ik zie het nu pas dat ik het genoteerd heb. Dit was de inhaalactie van Leclerc op Nico Hulkenberg en niet die van Tsunoda op Kevin Magnussen. Het spijt mij hiervoor, ik had eventjes niet mijn notities gelezen. Nou, inmiddels halen we ook Charles Leclerc in verband met een uitremactie. Alhoewel de uitremactie nog niet helemaal is gelukt. Het lijkt erop dat Charles Leclerc nog terug kan komen. En kunnen we dan pakken? We remmen uiteindelijk weer mee met Charles Leclerc. En zo liggen we op de... Nou, dat is dan maar eventjes de grote vraag waar we terecht gaan komen. Uiteindelijk kunnen we denk ik Charles Leclerc wel te grazen nemen, toch? En zo pakken we Charles Leclerc. En liggen we op de 6e positie. En Albon rijdt 4e, dus er liggen nog kansen op meer inhaalacties. Nou, daar probeerde Charles Leclerc het dus nog wel. Alleen lukte het Charles Leclerc niet om ons in te halen. Nou, dan kijken we ook eventjes naar een herhaling van dit keer wel Yuki Tsunoda. Tsunoda doet een aanval op de Williams van Logan Sargeant. Zoals ik al in de voorafgaand zei, de Tsunoda is natuurlijk gewoon genaaid door de pitstops. Was gewoon chaos in de pitstraat. En daardoor heeft Tsunoda dus veel plekken verloren. En daardoor moet hij dus nu de Williams van Sargeant inhalen. En het lijkt erop dat Logan Sargeant zich gewonnen heeft. En dat doet hij ook. En zo wint Tsunoda dus een plekje. Gaan wij direct weer over naar onze race. Want wij zijn inmiddels aangesloten bij de Red Bull van Sergio Perez. Kunnen we Sergio Perez inhalen? Nou, Sergio Perez doet niet eens zijn best om de racelijn te verdedigen. Alleen divebombt hij daardoor in Alexander Albon. Hij raakt zelfs Alexander Albon. En daardoor kunnen wij misschien wel beter wegaccelereren dan de Red Bull. En sterker nog, we kunnen misschien zelfs Alexander Albon gaan inhalen. Hoppata! Daar zitten we ernaast. Alleen accelereren we niet heel lekker door de curbstone. En zo liggen we nog op de 5e positie. Inmiddels krijgen we nu pas te horen dat Verstappen dik aan de leiding ligt in deze race. Maar daar is weer de aanval op Alexander Albon. En dan gaan we nu wel naar de 4e positie in deze race. En we zien zelfs nummer 3 Fernando Alonso nog rijden. Maar daar komt Alexander Albon weer terug in de race. En hij pakt de 4e positie weer terug. En zo is het een beetje gestuiverwissel elke keer. Het stuivertje wisselen is dus begonnen.
En dus in de 18e ronde zitten wij weer dicht achter Alexander Albon. De vraag is, kunnen we Alexander Albon ook gaan inhalen? Daar komen we in de slipstream en dan zijn we denk ik al voorbij Albon. Ja hoor, we zijn eraan voorbij. En zo pakken we de vierde positie in deze race terug. Maar daar komt Alexander Albon terug. En zo hebben we nog steeds de vierde positie in deze race. Oh, daar ging het bijna mis en daar gaat het mis. En zo verliezen we de positie op Albon en ook de positie op Sergio Perez. En daar kon dan ook nog eens even Charles Leclerc aanzetten. Maar dat gaat gelukkig allemaal goed. En zo pakken we in ieder geval nog steeds Charles Leclerc, want die zat er weer naast. Alleen komen we dus nu ook naast Perez. En Perez gaan we voorbij en dan gaan we ook direct voor Alexander Albon. En Albon gaan we proberen in te halen. Alleen Perez wou er ook naast en we zaten dus drie wijd. En daardoor heeft Perez ervoor gezorgd dat hij onterecht Alexander Albon gaat inhalen. Want wij zaten er gewoon eerder naast. Oh, eigenlijk tegelijk zie ik nu. Tegelijk? Ja, dan is dit vraag om problemen. En Alexander Albon vroeg niet om deze problemen. Hier zien we het nogmaals vanaf de auto van Sergio Perez. Perez dacht van nou, als ik jou niet kan blokken, dan ga ik er ook maar mooi naast. En dan bekijken jullie het maar mooi. Dan win ik die positie wel van Albon. Alleen hebben ze nu wel beide schade. Albon heeft bijvoorbeeld voorvleugelschade. Kunnen we die misschien hier al inhalen? Nee. Albon gaat naar binnen en daar dat had ik even niet door. Perez, Leclerc waren ernaast, waardoor wij de positie op Leclerc houden. Is niet heel netjes, ben ik het mee eens, maar ik had even niet zo gauw door dat Albon de pitstraat in reed. Dit is echt een chaotische race, niet normaal. En daar is dan weer Charles Leclerc, die is er nu weer aan voorbij. En daardoor hebben wij weer DRS. En zo gaat het mooi weer stuiverwissel worden. Haal een gemiddelde rondetijd van 1.18.1. Ik bedoel van 1.10.1. Dan moet het wel haalbaar zijn. En daar zitten we weer naar Charles Leclerc. Kunnen we de Ferrari ook pakken? Nou, daar zitten we weer in de slipstream. En zo lijken we de vijfde positie terug te gaan pakken van Charles Leclerc. En de Ferrari geeft zich alleen niet gewonnen. De Ferrari wil zijn ballen laten zien. Alleen dat is heel mooi allemaal. Maar wij zitten hier gewoon aan de goede kant. En daardoor loopt Charles Leclerc als waar. Nou, loopt, dat is overdreven, want dat loopt natuurlijk niet. Dan rijdt Charles Leclerc zichzelf naar de buitenkant toe. En ja, dan word je naar de buitenkant gedreven. En dan ben je gewoon kansloos. En daardoor kunnen wij weer onze gaan focussen op Sergio Perez. Want Perez heeft natuurlijk voorvleugelschade na dat incident met Alexander Albon. Albon is naar binnen gegaan, Perez doet dat niet. En daardoor gaan wij in ieder geval door naar de vierde positie. En hoeven we Perez deze race ook niet meer terug te zien, denk ik. Als alles goed gaat dan. Nou, dan kijken we dus ook weer even mee met Sergio Perez. Want Perez heeft natuurlijk zoveel problemen dat hij wordt ingehaald door twee man. En ja, dat is natuurlijk enorm pijnlijk voor Sergio Perez. Die het leek op een betere, nou, op in ieder geval op een goede race dat het een goede race voor hem werd. Jemig, Nederlands is moeilijk. Maar in ieder geval dat het een goede race voor hem werd. Alleen, ja, dat lijkt toch anders te gaan lopen voor Sergio. En dat is voor Perez natuurlijk enorm balen. Want hierdoor komt Piastri weer naast ons. Want Piastri is natuurlijk voorbij gegaan aan Perez. En ja, Piastri heeft gewoon een veel snellere wagen dan wij. Maar wij verdedigen wel gewoon onze positie. Want er zijn nog maar 11 rondjes te gaan. En daar gaat het bijna mis. Ja, dan is dit een open deurtje voor Piastri, toch? Toch? Dat wil niet, denk ik. Nou, Piastri wil de racelijn. Misschien dat dat hem gaat redden. Die rondetijden gaan we wel halen. Maar Piastri haalt het niet. Yes, mate.
En zo is een 1-9-1 genoeg. En dan gaan we weer tempo omhoog krijgen bij onze rating. En Piastri haalt ons inmiddels in. Met nog 10 rondjes te gaan. Maar wij duiken gewoon weer in de slipstream van de McLaren. En dan met ERS aan. Kom je er gewoon weer naast. Een hartstikke idee. We remmen hem uit. En dan claimen we iets meer ruimte. En dan lig je op de vijfde positie. Want Piastri komt er gewoon weer aangereden. Maar dit keer hebben wij DRS en ERS aan. En zo zijn we voorbij aan Oscar Piastri. Blijkbaar heb ik Piastri tijdens deze move ook nog geraakt. Nou, Piastri rijdt inmiddels ook weer voor ons in de 28e ronde van de race. Het is een enorm stuivertje wisselen heen en weer. Hier bijvoorbeeld halen we Piastri weer in, zo lijkt het. Wij hebben de binnenkant en dan kan je natuurlijk sneller door accelereren. Nou, Piastri pakken we dan inmiddels weer voor de tweede keer. Maar ja, Piastri komt ook weer net zo hard terug, want nu heeft hij natuurlijk DRS. En zo wordt dat spelletje elke keer maar weer gespeeld. En het is natuurlijk best slecht van Piastri dat hij nog steeds in gevecht is met ons. Terwijl wij gewoon op papier een hele slechte wagen hebben. En je merkte ook dat wij, als we op curbstones rijden, dat we voorzichtig aandoen. Anders loopt de temperatuur in de banden alleen maar op, omdat de auto dan glijdt. En ik denk dat daar een beetje het probleem zat in Spanje, want we reden daar te veel curbs. En ik probeer dat hier een beetje te vermijden natuurlijk. Er zijn curbs die je niet kan vermijden, maar gewoon zo min mogelijk. En het gaat goed op dit moment. Charles Leclerc gaat ons inmiddels ook voorbij. En zo ligt hij op de vijfde positie en zijn wij terugverwezen naar de zesde. Maar wij duiken weer in de slipstream, want wij hebben DRS aan. En dan zie je direct dat we weer naast de auto van de Ferrari komen. Charles Leclerc probeert dan nog mee te remmen met ons. Dat lukt ook aardig. Maar uiteindelijk moet Charles Leclerc zich ook gewonnen geven aan ons. En zo liggen we dus op de vijfde positie. Maar goed, ook onze teamgenoot rijdt natuurlijk nog mee. En we zien eventjes een inhaalactie van hem. En dat is een inhaalactie op Kevin Magnussen. Magnussen heeft zich natuurlijk niet kunnen herstellen van zijn slechte pitstop. Logisch, want de Haas is natuurlijk helemaal niet zo'n goede auto. En Guanyu Zhou, nou, die doet wel aardig mee achterin. Voor zijn doen is dit best wel goed. Haal Piastri in voor ronde 36. Nou, daar bijt ik me dan ook weer enorm in vast. We hebben echt ons best moeten doen om Piastri bij te houden. Want je begint op dit punt wel te merken dat we oude banden hebben. En dan in de 32e ronde van de race komen we er ook aan. En dan zijn we ook weer voorbij aan Piastri. Hebben we weer race erbij? Of pace? Ik denk eerder pace, maar maakt ook niet uit. Zo liggen we in ieder geval weer op de vierde positie in deze race. Inmiddels zie je ook dat Alonso, die we eerst nog zagen rijden, 8 seconden bij ons vandaan is gereden. Dat doet de Aston Martin goed. Dat betekent dat hij niet qua pacevermindering heeft gedaan. Leclerc inmiddels naar de vierde positie. En Piastri komt er dan ook eventjes aan gereden. En Piastri wil dan graag de vijfde positie pakken. Maar daar denken wij dan toch wel echt anders over. Maar Piastri is gewoon beter, want hij heeft de DRS. Piastri verdedigt alleen de racelijn niet. Ja, dan ben je natuurlijk niet de slimste. En zo liggen we weer op de vijfde positie. Maar daar komt Piastri weer. Oscar Piastri met zijn regenboogbandjes. Daar komt hij weer aan. En hij is eraan voorbij. Piastri is eraan voorbij en we zijn terugverwezen naar de zesde positie. En dan zie je ook direct dat we moeite hebben. Piastri dreigt ons buiten de DRS te gaan rijden. En dan komt daarachter ook nog eens George Russell aangereden in zijn Mercedes. En George Russell is eraan voorbij. En zo liggen we alweer op de zevende positie en gaat dit alles behalve goed. Kunnen we dan nog terug aanvallen op George Russell? Nou, de afstand lijkt mij te groot. De afstand is te groot. Russell houdt zijn auto netjes breed, waardoor je gewoon geen kant op kan. Dan zitten we inmiddels bijna in de laatste ronde van de race. De ene laatste ronde van de race is inmiddels voorbij. En in de laatste ronde gaat Lance Stroll ons inhalen. Nou, ik dacht van, weet je wat? Dat gaan we niet zomaar laten gebeuren. Moest helaas wel. Anders was dit niet zo heel netjes van mij. Nou, ik denk van, weet je wat, dan hebben we best wel wat ERS gespaard. Knallen we dat er doorheen. Je komt niet dichterbij. Je komt bijna geen steek dichterbij. Dus ik denk van, kloten, dan moet het hier maar gebeuren. We zien inmiddels ook een groot gevecht voor ons.
Maar Stroll rijdt gewoon bij ons vandaan. En dat is natuurlijk geen goed nieuws voor ons. Want dat betekent dat Stroll voor ons gaat finishen. Intussen dat zitten ze voor ons drie wijd. Piastri, Leclerc en Russell. En dan proberen we het hier nog bij Stroll. We zitten echt te kijken hoor. Hier verdedigt Stroll de racelijn niet. We duiken erin, maar Stroll heeft de kortere lijn. En daardoor gaat Stroll er aan voorbij. Ja, dit is ook gewoon weer dom hoor. Dit is gewoon geen goede inhoudactie. Maar sterker nog, het wordt geen eens een inhoudactie. Want Stroll gaat er gewoon weer aan voorbij. Verstappen wint inmiddels de Grand Prix in Oostenrijk. Maar ja, wij zijn aan het zoeken en aan het drukken. Maar we vinden geen plek. En daardoor eindigen we als achtste. En daar had ik echt blind voor getekend. Alleen is het natuurlijk jammer dat we Stroll niet weten te pakken. Aangezien dat onze rivaal is. Nou, dan gaan we lekker naar de podiumceremonies. Uiteindelijk kon niemand Max Verstappen tegenhouden. Hij pakt de overwinning. Maar met nog een overwinning vandaag zie je duidelijk dat er steeds meer zelfvertrouwen wordt opgebouwd. En dat zelfvertrouwen heeft een sneeuwbaleffect dat in je voordeel werkt. Je komt op een punt, Olaf, waarop je als coureur heel moeilijk te verslaan wordt wanneer je blijft presteren zoals bij deze race. De coureurs zijn, as we speak, onderweg naar het podium. Wat een fantastische zege voor het team van Red Bull. Ze hebben het vandaag uitzonderlijk goed gedaan. We zaten de hele race op het puntje van onze stoel. Iedereen van het team, hartelijk gefeliciteerd. Nou, dit was in ieder geval de Grand Prix van Oostenrijk. Ik hoop weer dat jullie hebben genoten van dit sprintweekend. Laten we de einduitslag bekijken. Verstappen wint dus. Norris en Alonso maken het podium compleet. En dit is het coureursklassement op dit moment. Verstappen heeft de leiding en wij zijn terug te vinden op de 11e positie. En we zien dus ook dat Stroll helaas is uitgelopen op ons op de 10e plek. Dit is het constructeursklassement. We zien dat Mercedes eerste staat, McLaren tweede en Red Bull derde. En wij zijn terug te vinden op de 6e plek met 35 punten. 36 punten. En het laagste is Haas met 0 punten volgens mij op de 10e plaats. De scorerrivaliteit met Stroll. We verslaan momenteel onze rivaal. Dat komt omdat dit een rivaliteit is qua rating. Stroll staat 1 rating achter ons. En dat is in ons voordeel. Nou, uiteindelijk gaat er eigenlijk bijna niks omhoog qua rating. Sterker nog, alleen de overall rating gaat omhoog. Het belangrijkste. En dat is op dit moment dus nu 81 rating. En in de volgende video gaan racetechniek en bewustzijn ongetwijfeld wel weer omhoog. Misschien ervaring en concentratie ook nog wel, maar dat zou heel raar moeten lopen. Dit is de erkenning. Wij zijn natuurlijk, ja, ik kan wel stellen, dik de eerste coureur, 53% tegenover 47. Dat is natuurlijk niet een marginale voorsprong. En in ieder geval wil ik jullie graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet dan vast zeker niet op de duimpje omhoog te klikken en te vast te abonneren voor meer. Wil je ons kanaal steunen? Doe dan een eenmalige donatie of neem een lidmaatschap. Dan steun je ons met geld, want het is natuurlijk een hobby. En zo help je ons het kanaal verbeteren. Nou, doei doei dames en heren.